Ja, wel, het is vandaag woensdag 7 december en ik ben net klaar met mijn video's voor Alice Delis te filmen. Ik zal even een kleine sneak peek laten zien en hoe mijn keuken er nu zo wat uitziet. Super festive met kerst en zo. En sabiet komt Stephanie, zijn YouTubester en blogster, die gaan zotte dingen met haar. En wij gaan een kerstvideo opnemen voor haar styles dat je kan doen. En dan moet ik vanavond naar de opening van de NYX winkel. Dat is niks. Zeg je NYX of niks? Naar de winkel in Antwerpen. En daarna ga ik ook verder naar de Clio opening. De Clio is een handigste merk van die winkel. En ik ga samen met Jana gaan. En Nora gaat er ook zijn. En Laurent Klaas Fashion gaat er zijn. En Caroline van YouTube gaat er zijn. En we gaan met een heel grote groep. Stephanie, Marcel is nu net aangekomen. Zeg hi! Hallo! En ze is nu alles aan het klaarzetten. Want we gaan dus direct drie verschillende of vier... Enfin, we zijn nog niet zeker. We gaan een paar verschillende haardingen doen die je dan zou kunnen doen voor kerstmis. En deze video gaat nog voor kerst op, so no worries. We zijn het klaar met opnieuw. Moet alleen de uitdaging filmen. En Stephanie begint hier los op haar eigen zotte vlek te maken. Dus ik ga het even filmen. Wel je spiegel, hè? Maar ja, zeg, ik heb dat niet nodig. Ja, ik zie van boord toch niet meer. Dan doen we wel even. Romy is nu ook even naar beneden gekomen en Stephanie gaat nu even haar haar doen. Ik ga het even vloggen, want het is echt mooi. Ik ben echt altijd super onder de indruk. Ja, dat is kei schoon, Stephanie. Ik heb net geparkeerd en Jana is er ook weer. En we zijn eens op tijd. Wow, surprise. Er was niet echt veel in Antwerpen, wat heel raar is. En nu zijn we onderweg naar, eerst naar NYX en daarna naar Clio. Niet Cleo, ik heb blijkbaar Cleo gezegd in de begin van mijn vlog, maar het is Clio. We zijn nu aan het wachten bij... Zo hier eindelijk. Ja, we zijn doen als nu aan het wachten voor de winkel en Nora is er dus bij, zeg nooit hi. Hey, hoi. En Astrid en Emma zijn er ook bij. En we gaan dus nu ja, wachten dat het open is. Hè. Het is nu wel 7 uur, dus normaal gaat het elk moment beginnen. 1 voor. Ik heb gezien de fellow YouTuber people. En ze heeft een mooie lipstick aan. En die is dus van NYX. En wat was dat? Deze? Nee. De Liquid Sweat. Deze is jullie die kopen. Ik heb al een mandje met productjes. Kopen. Ben je met Arkie? Die gaan eventjes een goeie erop nemen. En dan gaat die ervan. Nu doen we. Kijk wat Nora en ik net gevallen hebben. Hennekeen! Altijd happy als er snoep is. Ik ben er echt van, want ik vind ik morgen naar Londen. En in Londen kun je zo'n doos kopen. Ga je naar Londen? Ja, maar even. Ah. We zijn, we hebben een, hoe zeg je dat? Een stray, een verstekeling, mee opgevangen. Ah. En we zijn nu onderweg naar het Clio evenement. We hebben allemaal een goodiebagje gekregen. Super leuk, zoals weet je in de auto natuurlijk een goodiebag unboxing, want je ziet wel wat speeltjes in. En ik heb persoonlijk alleen een concealer gekocht. En ik heb nu... Lippenstift? Je hebt een lippenstift in je zakje? Dat is van Nora. Ja, en ik heb nu wel een poeder op en ik ga zien of dat mijn huid aan kan. Mijn huid kan heel weinig aan en als die aan kan, dan kom ik die waarschijnlijk van de week even halen. Ik ben net thuis aangekomen. Ik wil nu even onze traditie van goodiebag unboxing in de auto verder zetten. Dus ik ga even de goodiebag nemen. Dit is de goodiebag, super origineel, in een kerstsok. Die hingen daar ook in de winkel. En ik heb die volgens mij zelfs even gevlogd. En ik had het er ook altijd met Nora over. En dan uiteindelijk heb ik deze zak gekregen met goodies in. Het grootste dat ik er nu uitneem is een The Curve van NYX. En dat is een felt tip liner. Dat is dus een heel speciaal, zo een soort penseel.
voor je eyeliner te zetten. En achter, op de achterkant wordt uitgelegd. En het is dus zo. Het is een raar ding, maar daardoor kan je net heel goede eyeliner zetten. Oeh, een eyebrow shaper. Dit is een soort wax voor je wenkbrauwen. Super cool. Ben jij blij dat ik dat gekregen heb, want ik zag dat staan. Ik wou dat kopen, maar Jana zei van, je hebt zo'n product voor je wenkbrauwen. En dat is echt. Ik heb heel veel producten voor mijn wenkbrauwen. Maar super cool. Dus dat is een soort wax eyebrow shaper. Oh my god. Wauw, dit is echt. Ik heb nog maar 3 producten uitgehaald, maar deze is echt een van de beste goodie bags ooit. Deze is. Heb ik ook gezien. Wou ik ook kopen. Ik heb het eigenlijk ook niet gedaan, omdat ik niet zo'n heel grote fan ben van mijn highlight. Maar dit is dus een strobing palet. Met allemaal verschillende kleuren. Ja, ik ga hier toch een close-up van doen. Ik zat zo eventjes. Ligt iets lastig. Ik ga sowieso foto's hiervan op Instagram posten, die kan je gaan zien. En ja, hier heb je dus verschillende soorten highlighters zitten. En die zijn allemaal bedoeld voor andere stukken op je gezicht. Super mooi palet. Wauw. Oké, dit is een Liquid Suede Cream Lipstick. Heb ik ook naar liggen kijken. Heb ik er ook zelfs een paar van liggen testen, denk ik. Een super mooi. En deze in de kleur 04. Nude, heel leuk. Oh my god, deze is prachtig. Wauw, zoveel leuke producten. Deze is de NYX Liquid Suede Cream Lipstick. Is dat dan hetzelfde? Ja, dat is van hetzelfde. Maar deze is in een Bordeaux kleur en is in een 03. Oh, zo mooi. Oeh, dit is een matte lipstick. In de kleur Sirene. En ja, als ik nu aan de camera ga zien, gaat hem het sowieso niet oppakken. Want ik kan alleen de kleur hier zien. Het is een soort diep bordeaux rood met een gouden shimmer in. Heel mooi. Dit is een... Oh my god. Dit is een NYX Jumbo Eye Pencil. En deze is... Ik wou deze al. Want toen ik 14 was in mijn eerste video, wanneer ik die tutorial zag. Want die gebruikte dat in elke video. Ik heb dat toen nooit gekocht. Ja, 14. Ga maar eens NYX zoeken in België. Ik wist niet eens wat dat internet was, buiten YouTube dan. Oh my god. Deze is zo leuk. Ik ga speed video's van Nikki tutorials terugzien van het begin. Want dit is dus een wit... potlood, geen penseel, potlood. Oh my god, super cool. Ik heb een lipcreme gekregen. Ik denk dat Nora er zo eentje gekocht heeft in de kleur Antwerp. En die is peachy. Super mooi. Oh, wauw, super, super cool. Ze hadden verschillende glitters in de winkel. Ik ga echt niet terug gaan. Ik heb 1 ding gekocht, maar ik had ook veel meer gezien. Maar ik was altijd ook aan het babbelen die avond. Dus ik heb niet tijd gehad om te shoppen. Maar ze hebben heel veel glitters in de winkel die je dus op je lippen en je ogen kan doen. En dit is een glitter primer. Dit is een lipstick in de kleur Tools 02. En deze heeft een turned up lipstick. Een soort donkerrode, ook een soort, ja, tussen bordeaux en rood. Ook heel mooi. Ik heb eventjes de producten eruit gehad en mijn schot gelegd. Een oogschaduw van NYX, een zilveren in de kleur Frostbite. En deze heeft een blauwe schijn. Oh my god, zo mooi. Dit is een Skin Perfecting Primer. Dan heb ik nog zo een matte velvet kleur. En deze is in de kleur Duchess. Dan ga ik eens even kijken wat dat die andere was. Ah, Sirene en Duchess. Ze lijken wel heel hard op elkaar. Beide een soort ja, donkerpaars. En dan heb ik een NYX Lingerie. Ik denk dat dit een lipgloss is. In de kleur Teddy Orson staat er. Een soort donkerbruine nude. Ook heel mooi. En dan... Holy Grail. Ik heb glitters gekregen. Ik ben een heel grote glitterfan. En we hebben hier dus face and body glitter gekregen. En ik heb in de kleur GLI nummer 7. Hoe mooi. Ik ben momenteel video's aan het editen en heb net alles geswatcht op mijn hand. Maar ik ga de video hier eindigen. Super bedankt om te kijken. Als je het leuk vond, geef dan zeker een like en abonneer op mijn kanaal. Je kan abonneren door op deze bal hier te klikken. En mijn vorige video kan je daar vinden. Ik hoop dat jullie het leuk vonden en ik zie jullie volgende keer. Bye!